s'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Mevrouw, wilt u zelf even voorstellen? Ja, ik ben Majori Terheune, beeldend kunstenares. En ik ben vooral bezig met mode en kleding en beeldende kunst. Een soort mix, zeg maar. Ja. En waarom bent u vandaag hier? Ik ben hier omdat ik met een groep vrouwen, heb ik een week of vijf, heb ik een aantal dingen gedaan in verband met Broek in Mode. Broek in Mode is onderdeel van Broek in Beeld. En vandaag is dit, alles komt bij elkaar. We hebben een broeksklapper gemaakt, baggy trousers, we hebben broek bedrukt. En vandaag gaan we dat allemaal laten zien en showen. Vandaar. Waarom is deze project belangrijk voor u en waarom deed u mee hiermee eigenlijk? Ik ben iemand die niet altijd in een atelier wil werken. Ik wil heel graag met mensen dingen doen, op een andere manier dingen doen. Mensen op een andere manier laten kijken, laten denken, creatieve processen op gang zetten. En ik vind deze wijk wel heel erg leuk om in te werken. Ik moet zeggen, het smaakt naar meer wat dat betreft. Ja, belangrijk. Sophie, op en blijf en braaf. Ja, u kunt hem aaien, hij is erg sociaal. Wat die vieze vlooienbal, die kwijlenbal, die kruisnuffelaar. Ik dank een feestje, maar het stinkt maar daar. Dat beest vol surft en vlooien en teek passieven. Landeren verborgen breken, vaag niet ons kennen hoes. En heut niet wel zien, obsessen ons doorheid in epilepsie. Mevrouw, hou op, hou alsjeblieft op. Waarmee? Waarmee? Ja, geen idee. Met mijn hond onterecht te behandelen. Wij komen hier alleen maar even wandelen. Ik wandel ook heel graag met mijn bejaarde groep. Mijn wandelstok zo door de hondenpoep. Gadverdamme zeg, u bent niet goed snik. Niet zo brutaal tegen een oude vrouw als ik. Rothond, hou eens op. Nog één keer zo blaf en ik geef een schop. Kappen, u hoort thuis in een gesticht. Kijk nou hoe lief die naast me ligt. Nou, ik vind een smeerritueel. Hij heeft gewoon jeuk. 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 Elke hond is één hond te veel. Mijn hond is juist ontzettend leuk. Leuk? Leuk? Donald Duck is leuk. Zweepworm, blindworm, haarpoem, spoelworm, sleetje rijden met die kont over de grond. Mijn hond is echt heel kerngezond. Hij heeft geen enkel mankement en hij is overal tegen ingeënt. Weggegooid geld voor zo'n vuilnisbak. Waarom bent u vandaag hier? Ik woon hier in deze wijk, dus in Statenkwartier, dat is ook Arnhemse Broek. Dat hoort bij Arnhemse Broek. En Mikke, die deze organiseert, heeft mij gevraagd of ik dit wilde doen. En dat wou ik, daarom sta ik hier. Jammer genoeg niet zo mooi weer is, dan ben ik een beetje in deze hoek gedrukt, onder deze aftak. En waarom sta ik hier? Mensen te ontmoeten. En verbinding maken. Als ze dat willen. Als zij dat willen. Krijgt u wel veel aandacht? Er zijn niet zoveel mensen, maar wel genoeg aandacht. Dus mensen zijn nieuwsgierig wat ik aan het doen ben en ik vertel hun. En als mensen dat willen, dan kunnen wij in stilte elkaar in de ogen kijken. Die manier hebben wij betere verbinding met onszelf en met de ander. Na zo'n verbinding, als ze een gedicht uitkiezen, een willekeurige gedicht, dat draag ik voor. En daarom sta ik hier. Mijn gedichtenbundel heet Kom naar buiten. Dat is tweetalig, Turks en Nederlands. En die essentie van mijn gedichten gaan over verbinding. Dus verbinding met jezelf, zo puur mogelijk, en verbinding met de ander. Daarom doe ik ook deze manier. Dus die essentie wil ik overbrengen. Eigenlijk nu is mijn boek een beetje aanleiding geworden wat ik doe. De essentie overbrengen, verbinding maken met de mensen. 'S Avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond?